2,5 maand voor de oplevering, 4,5 maand voor de ingebruikname. We wilden jullie een indruk geven hoe ver we zijn. We lopen op schema, wanden staan erin, installaties zijn klaar. Er moet er schoongemaakt worden, er moet een vloerbedekking in. Maar het gaat echt heel mooi worden en we willen jullie graag een indruk geven hoe ver we zijn. Dit is een stukje op de derde verdieping. De werkplekken komen allemaal tegen de buitengevel aan te zitten. En de ruimtes eromheen zijn of vergaderruimtes, of concentratiewerkplekken, of lokkerruimtes. Maar je zit altijd tegen het raam aan. Nou, dit zijn de lokkersystemen. Zometeen met je toegangspas hou je voor de lezer. Dan gaat er een lokker open. We hebben deze maatlokkers, we hebben kleinere lokkers waar alleen je laptop in past. En we hebben ook grote lokkers voor afdelingen of voor projecten. Dit is de ruimte bij het trappenhuis. Hier komt zometeen een koffiezetapparaat te staan, zitjes om elkaar informeel te ontmoeten. En hier achter die glazen ramen, daar komen de werkplekken te staan en er is het werkgedeelte. We zijn nu op de eerste verdieping. Hierachter, dit is de collegevergaderruimte. Hier komen drie wethouderskamers tegen de centrale hal aan. Midden in het gebouw, uitzicht op het Meerpaalplein. Mooie plek. De raadzaal, hart van de democratie. Hier komt een ovale vergadertafel. Die wanden komen overal schermen te hangen. En het mooie van deze plek is dat je zometeen vanuit het Meerpaalplein zo de raadzaal in kan kijken. Je komt zometeen hier binnen door de schuifdeur, loop je daar tegen de balie aan. En hier aan die kant, daar komt de gemeente Winkel te zitten. En hier aan de rechterkant loop je zo door de glazen deur de nieuwe raadzaal in. We zijn nu in de kelder van het gemeentehuis. Hierachter zie je de buffervaten voor het regenwater. En dat regenwater gaan we gebruiken om de toiletten door te spoelen. Omdat het gemeentehuis gasloos is en geen cv-ketel meer heeft, staan er twee luchtwarmtepompen. Die zorgen zometeen en voor de verwarming en voor de koeling van het gemeentehuis. En die krijgen hun energie van de zonnepanelen die we aan gaan brengen op het dak van het gemeentehuis en op het parkeerterrein. Dit is echt een perfect systeem om een heel goed binnenklimaat te creëren. Wat nu nog houten deuren zijn, wordt zometeen de nieuwe entree van het gemeentehuis. De buitenkant zijn we aan het afwerken nu, wordt cortenstaal. Het is geschilderd, het is allemaal opnieuw gevoegd. De hele buitenkant staat er weer heel netjes bij. Nou, zoals jullie gezien hebben, we zijn al best heel ver. Het wordt echt een fantastisch mooi gemeentehuis. Ik kan eigenlijk ook niet wachten totdat we het in gebruik gaan nemen. We lopen op schema, we lopen financieel binnen de planning. We gaan het redden. Als er niks geks tussen komt, 8 maart. En het wordt echt een heel fantastische plek om te werken.